Hallo jongens, meisjes en welkom bij Ratchet & Clank. Ik heb eindelijk jongens de game, ik heb de film gezien. Het is een hele leuke film vind ik ook. En ik heb de game eindelijk. Nou, laten we hem gaan spelen. Open cellblok 7. Als je deze video leuk vindt, zet er een like achter. Of abonneer me op GhostCamerNL, guys. En hier komen, daar gaan we. Oh, ja, jij bent een echte held, hè? Au! Identificatie van gevangene 117, Shift Helix. Jij dacht mij te breken, Bromsnor? Ik ken de duizendste plekken van het universum. Plekken waar jouw bouten van gaan ratelen. De eeuwige putten van Zordoom. Het ijzeren fort in Novalis. Daar! Captain Quark. Goed, nieuweling. Ik ben... Captain Quark. Ongelooflijk. Je bent er. Vroeger droomde ik ervan dat jij me zou arresteren. Oh, doe niet zo raar. Ik had het tegen jou, Zed. Ja, Captain. Zo, nieuweling. Ik neem aan dat je mij kent van mijn vele, vele avonturen. Oh, natuurlijk. Je bent de meest beroemde superheld van het heelal. Hij is echt niet meer beroemd. Woorden kwetsen, isoleercel Bill. Ik ben een grote fan. Ik sta zelfs op de lijst voor de nieuwe Ratchet & Clank Hollow Game. De wat? Je weet wel, die game die gaat over dat incident met jou en die Lombax. Oh, je bedoelt vast de holofilm. Ja, die is vrij goed. Als je van computer graphics houdt. Nee, ik bedoel de game, gebaseerd op de holofilm. Kijk, dit is de bevestigingsmail. Ik laat hem opsturen naar de gevangenis. Maken ze een game gebaseerd op een holofilm over mijn leven? Maar ze hebben me niet eens iets gevraagd. Oh, het is mijn fout. Ik ben hier ver van mijn publiek op deze vreselijke plek. Al veel te lang. En nu hoort niemand mijn kant van de zaak. Ik wil wel jouw verhaal horen, Captain. Echt waar? Ga dan maar zitten, beste crimineel. Nou. Dan krijg je het over. Het begon met een armzalige Lombax genaamd Ratchet. Ratchet. Ratchet en Clank. Daar heb je hem. En wat dacht jij heen te gaan? Hey, Grim. Je bent er. Ik dacht dat je op de bazaar op zoek was naar zwaartekrachtveren. Nou, ik ben hier. Ik ben altijd hier. Ik neem aan dat jouw wegsluipen niets te maken heeft met die Galactic Ranger testdag. Ik heb een uurtje nodig. Kom op, Grim. Het zijn wel de Galactic Rangers waar we het over hebben. Captain Quark is er ook. Jij blijft in de garage tot je hebt geholpen met meneer Markrons schip. Hup, aan de slag met die draaibout. Oh, mijn god. Spelen we? Wil jij dat schip er machtig gelift uitzien? Ga naar die draaibout. Kom op. Wauw. Ratchet is veel beter gemaakt. Vet. Ja, mooi. Mooie graphics zijn het ook. Oh, naar die draaibout. Oh, ik kan zelfs rennen. En kan ik springen? Oh ja, vet. Moet je dit zien? Ik heb meer Ratchet & Clank games gespeeld, jongens. Dus daarom. Oké, dus kijken of die nieuwe versabollen werken. Kijk omhoog. Zie je iets flikkeren? Ja. Ja, links ziet er goed uit. Het is een wonder. Oké, nu de naverbranderlichten. Kijk omlaag. Zie je iets? Onderlicht naverbrander links is oké. Dit ding is misschien toch geen gevaar in de ruimte. Nog één rechts. De naverbrander rechts werkt. Dus alles klopt? Ja, alles klopt. Volgens het nieuws worden de tests gehouden op de kermis. Laat zien wat je kunt, knul. Zo begon Ratchet aan zijn avontuur. Oh. Galactic Ranger te worden.
Wow. Het lijkt net Star Wars. Wow. Oké, laten we gaan spelen. Oh, deze even. Hij mapte op zijn vijanden in met zijn trouwe moersleutel. Ja. Om zijn vijanden te verslaan, maakte Ratchet gebruik van de eeuwenoude techniek springen. Ratchet wist dat hij in levensgevaar was. Ik heb een kaart. Om het randje van de dood balanceren, had hij nanotech nodig om te herstellen. Ik heb dat spul ooit gebruikt na een bankoverval. Ja, zo'n 3 van de 5 schotwonden waren zo weer dicht. De Lombax toonde totaal geen respect voor openbare eigendommen. Kijk hem dan, kratten kapot slaan. Het lef. Misschien spaarde hij wel gewoon Boutje om een gloednieuw wagen te kopen en het hele land te doen. Hé, wie vertelt hier het verhaal? Oh, moet hij laat ons zien hoe behendig je bent er over deze obstakels te springen. Heel goed gedaan. Ga nu door naar het volgende deel van het parcours. Oh, hier. Als je me ziet tijdens het evenement, kom dan alsjeblieft niet naar me toe voor een... Goed zo. Misschien ben jij wel de recruit die we zoeken. Oh. Ga door naar het volgende deel van het parcours. Moet ik hier? Ja. Hey, recruit. Ik ben Brad. Kraat ik op wel staan. Oké. Vet. Vet gaaf. Volgende stap. Dingen opblazen. Oké jongens, bedankt voor het kijken naar Ratchet & Clank. En ik zie je volgende keer. Bye. This is the story of a Lombax named Ratchet. And his robot friend, Clank, and the muscular, irresistibly handsome hero who helped them save the galaxy. Oh, boy. Just remember what I taught you. What did you teach me? Identity. Oh, you've been up on my mind. Animated on science. And I use a dynamite. Let's try this baby out. Yes. I thought it was time to get you a new run. Locking on. Got him. Are you ready to be?